maskers. En om u een beetje zo direct te helpen met de maskers herkennen, zal ik even kort vertellen waar het verhaal over gaat en enkele van de belangrijkste dansers hun figuren aan u voorstellen. U kunt kijken naar de Sanatari Topeng, Panji Asmobarum, Devi Angraeni. Het is een verhaal uit het Panji Epos. Een heel bekend verhaal wat veel gedanst wordt. En dat speelt zich af in de 13e eeuw in het koninkrijk Kudiri. En de karakters worden dus uitgebeeld door dansers die gebruik maken van een topeng, een masker. De achtergrondgeschiedenis van het verhaal is eigenlijk dat Raden Panji Asmoborobangun, de kroonprins van het rijk Jinkolo, verliefd is geworden op Devi Angraeni. Zij is de dochter van Razier Kundolowarso. Maar hij is al verloofd met zijn nicht, Devi Sekartaji. Zij is de prinses van het rijk Kudiri en hun vaders zijn broers. Aartsrivaal koning Klono Sonandono is de koning van het naburige rijk Bantarangin. Maar die heeft ook zijn oog laten vallen op deze prinses van Kudiri. En hij dreigt het rijk binnen te vallen om haar te veroveren. In het eerste bedrijf zult u prins Panji, Ranam Panji, zien. Het speelt zich af namelijk in het verblijf van Devi Angraeni. En zij hebben een ontmoeting, deze twee geliefden, Ranam Panji en Devi Angraeni. Dit is Ranam Panji en Devi Angraeni. En enkele chaperones houden een oogje in het zeil. U zult zo een van de chaperones zien. En Ranam Panji wordt verwacht in het paleis van afspraak met zijn vader. En neemt afscheid van Angraeni en gaat weg. En het einde van het eerste bedrijf vertrekt Angraeni bedroefd samen met haar begeleidsters. Ja, dit zijn even de belangrijkste personen van het eerste bedrijf. Het tweede bedrijf speelt zich af in het paleis in Jinkolo. Koning Lembuhamilur is in vergadering met Ranam Brotjonoto. Dat is de broer van Ranam Panji. Hij keurt de relatie van Ranam Panji met Devi Angraeni af. En hij wenst dat Panji gewoon zo snel mogelijk naar zijn verloofde Devi Sekartaji terugkeert. Dan arriveert Radagungusaru. Hij is de kroonprins van het rijk van Kudiri en dus een broer van Devi Sekartaji. En hij vertelt dat koning Klono Sonandono het rijk is binnengevallen om Devi Sekartaji te ontvoeren. En hij vraagt namens zijn vader om hulp. En daarop beveelt de koning van Jinkolo aan Panji en zijn broer om naar Kudiri te gaan om Devi Sekartaji te bevrijden. En u ziet hier Ranam Brotjonoto, de jongere broer van Panji. En ook de koning vertrekt vergezeld door prins Gunungsari. Het derde bedrijf speelt zich af in het woud. Onderweg naar het paleis treft Ranam Panji zijn broer Brotjonoto. Die hem vertelt dat Klono Sonandono het rijk Kudiri is binnengevallen om Devi Sekartaji te ontvoeren en dat ze de opdracht hebben gekregen om haar te bevrijden. Maar achtergebleven in het rijk is natuurlijk Devi Angraeni, de geliefde van Ranam Panji. Zij is begeleid door haar chaperones die haar door een beetje afleiding proberen te bezorgen nu Ranam Panji weg is. Maar plotseling verschijnen een bosdemon, Gundrugo Raexi en een plaaggeest Tuyu. En zij jagen de begeleidsters en chaperones zoveel angst aan dat zij vluchten. En vervolgens gaan ze ook nog de arme Devi Angraeni lastigvallen, waardoor zij ook zich genoodzaakt ziet te vluchten. Het laatste bedrijf speelt zich af in het koninkrijk Bantarangin, in het paleis. De koning Klono Sonandono die probeert op allerlei manieren om Devi Sekartaji voor zich te winnen. Maar ze moet helemaal niks van hem weten en ze wijst hem steeds maar af. Dan wordt hij gestoord door de komst van Ranam Brotjonoto en Ranam Gunungsari. En uiteindelijk ontbrandt er een hevige strijd en beide verliezen van koning Klono.
Maar daarop volgt het slotduel tussen koning Clonal en Radan Panji. En uiteindelijk overwint uiteraard Radan Panji. En hij zal aan het einde van het verhaal ook trouwen met Deva Sukhadaji. Maar dat zien we niet in dit stukje wat u zult zien. Dames en heren, ik wens u heel veel plezier. Dansgroep Parikezit, Kamland Ensemble, Tjoko Kumbang van Istika onder leiding van Sohardi Joya Posetjo achter de kandang.
dansgroep Parken zit en het Kammerland Ensemble, Chiroko Kumbang. Met een Sundra Tari, Toppen, Bandje als Mobaro en Devi Angra Eni. Ik stel graag de dansers nog even aan u voor. Bij het Koninkrijk Djangolo hebben voor u gedanst Prabhu Lumbu Hamiluhur, de koning, gedanst door Poruanto. Zijn zoon, de kroonprins, Panji Asmorobangun, de oudste zoon, gedanst door Inga Tanaga. De tweede zoon, Radan Bhojononotto, gedanst door Christopher Rantania. De geliefde van Radan Panji, Devi Angra Eni, gedanst door Danya De Bi. En dan de Poetrikadaton, de Chaperones, Swasti Hadi, Ervina Brakaputra, Supiata Ngan Delan, gastdanseres Nancy Salim en Michiko Sanchez. In het Koninkrijk Kediri zag u Devi Sukhatachi, de verloofde van Ranapantje Asmorobangun, gedanst door Michiko Sanchez. Zij danst ook als Poetrikadaton. En haar broer Radan Gunung Sari, gedanst door Marianne Leijveld. In het Koninkrijk Bantarangin, Propoklono Surandono, de koning Kantu Suseno. Kostenman, Kundrolo Raksesso, de danser Supiade Mugalan. U zag haar ook in de rol van Poetrikadaton en de plaaggeest Tuyo, gedanst door Michelle Tijmensen. En uiteraard stel ik ook het Kammerland Ensemble graag aan u voor. Het geheel staat onder leiding van Mas Suhari Joy Porcetto. Hij heeft ook deze choreografie gemaakt en is de dans- en kammerland docent van ISTICA. Joe! Op de kom en kompoel, Moyono, achterin. De Panambarum, Suleiming Brakaputra. Bonan Kulurus, Budi Wagyu Rianto. Kronom Kutu Kumpyang, Orlando Kromo van Wiro, rechts achterin. Yeah. Gendert Baru, Maarten van den Berg. De Santum, Mohammed Sangoni. De Bab, Sarum, Niels Jeanette Waden. Sarum Baru 1, Ingrid van der Smitten. Sarum Baru 2, Paul Goedman. Sarum de Moon, Sumiri Admo Pramiro. Sarum van de Roos, Jannie van der Jacht. Swarovati Jumili Somo Paviro. En Vila Swaro Eko Tuku Waluyo. Volgende week zijn ze op zondag om dezelfde tijd nog een keer met dit dansdrama. En u kunt zelf ook meedoen of kijken wat u wilt. Straks om 7 uur in de Benko bij de workshop dans, gegeven door Vasohari Joya Porcetto. Ik hoop dat u genoten heeft. Nog eenmaal applaus voor ISTICA. En we gaan straks verder om 1:30. U ziet, heeft eventjes tijd nodig om deze grote kammerland natuurlijk van het podium te halen zonder dat er iets sneuvelt. Dat is heel belangrijk. En dan gaan we 1:30 verder met ons huisorkest, Trotjongorkest, JEI, Jongara Entertainment Indonesia uit Jakarta. Ik hoop dat u er dan weer bent om lekker mee te zingen of vooral te genieten van de mooie Koranjong-zang. Tot straks!